En toen kwam ik erachter dat ik een toets had. Een try-on shoplog. Wij doen ook een week water challenge. Ik heb een pakketje binnengekregen van de gemeente. En nu is er een pakketje binnengekomen. Het onweer. En mama heeft een nieuw vloerbedek gehaald. En ik zal even laten zien wat we hebben gekocht. Heel apart. En ik zal even laten zien wat mijn vader heeft gekregen voor vaderdag. En welkom in deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En het is 15 juni. Maandag 15 juni is het vandaag. En Renske en ik zitten alweer op school. Ik heb online les al gehad. En Mineke is al bij de tandarts geweest. Want ze had een stukje was er van haar tand af of zo. En ja, dat was eigenlijk wel een beetje wat we vandaag tot nu toe hebben gedaan. Goed, het is een hele tijd later. En ik heb inmiddels al gedoucht. En Renske en Mineke waren ook al terug van school. We zouden even naar de stad gaan en toen kwam ik erachter dat ik een toets had. Ik dacht dat het vandaag 8 juni was, ondanks dat ik vandaag in het begin maar heb gezegd dat het 15 was. Maar goed, ik dacht dus dat het 8 was. En we hadden 15 een toets. Dus ik heb net eventjes gemaakt een open boek toets. Was niet heel lastig. Maar goed, die anderen zijn dus nu nog in de stad. Maar als ik daar nu nog maar heen ga, dan zijn ze allemaal winkels in geweest en zo. Dus dat ga ik even niet doen. Dus dat was lekker handig. Fijn. Goed opgelet ook, moet ik zeggen van mezelf. Ze zijn terug van de stad. En ze laten even zien wat ze hebben gekocht. Maar eerst de schoen uit. Oh, Mien gaat eerst. Ik heb een rok. Een rokje? Die ging ik aantrekken. Oh, ze trekt mij aan. Een try-on shoplog. En Renske die doet ook eventjes kleding aan. Heel leuk, Mien. Ja. En daar komt Renske. Nieuw shirt. En nieuw. Oh, alle twee nieuw. Ja. Ik heb nog meer, hoor. Dus ja. Een shirt. En een broekje. Nice. En nu het volgende. Ja. En daar komt Rens nog een keer. Ik ander shirtje. Oh, alleen een ander shirtje. Heel nice. Dit is de volgende. Deze is echt leuk, maar ik ken deze. Hoe kan dat? Deze komt van de Only. Oh ja. Heel leuk. Ja. En Mineke die heeft een sok aan. Alleen niet naar buiten. Oh. Mineke is er helemaal blij mee. Renske heeft ook nog deze. Hier hebben we laatst ook ijskoffie in gemaakt. En in een andere vlog trouwens. En ze hebben nog dit bij de Action. Mama die heeft ook nog een effe shirtje. Wel leuk ook met dit. Dus dat hebben ze gehaald. Oké, wij doen ook een week water challenge. Dus ik heb hier het opgehangen. Die is van papa. Die is van mij. En die is van Renske. En ik zou nu even een filmpje doen dat we ook de armbandjes en zo krijgen. Dat ik die openmaak. Dus die plak ik nu weer erin. Hoi, het is vandaag 29 mei. En ik heb een pakketje binnengekregen van de gemeente. En hier zitten wat dingetjes in voor de actie. Dus ik haal het er eventjes uit. Dit is wat erin zit. Als allereerst hebben we 3 van deze bandjes. 3 van deze bandjes hebben we. Dus eentje voor Renske, eentje voor mij en eentje voor papa. En we hebben. Oh, ik laat de helft vallen. En we hebben 3 van deze kaartjes. En hierop kun je dus aanvinken als je een dag hebt gehaald. Dus daar hebben we er ook 3 van. Dan hebben we nog van deze stickers. En we hebben nog zo'n tattoo is het, denk ik. En dan hebben we ook nog 3 van deze bladen mee. En hier staan wat dingetjes op uitgelegd. Hier staat ook nog het een en ander. Dus ik ga even kijken wat erop staat. De bandjes zijn zo gemaakt dat je die volgens mij heel makkelijk met het kraaltje vast kan zetten. Dus ik kijk even, je kan hem dan aantrekken. Ik doe even mijn andere pols. Zo, en op deze manier kan je dus ook gewoon je armbandje afhalen. Maar ik denk dat ik hem gewoon ga omknopen. Maar goed, dit zijn dus alle dingetjes die we nu hebben binnengekregen. En we beginnen op 15 juni en dan eindigen we op 21 juni. En je mag alleen maar water drinken, bruisend water drinken of thee zonder suiker. Maar ja, wij drinken al geen thee met suiker, dus dat komt helemaal goed. Dus nu op naar 15 juni. Paul heeft hem ook. Yes, we doen mee. En Renske is hier ook? Ja. Renske heeft ook en die heeft ook de tattoo. Kijk, maandag. Bijna. Nou, het is nu even kijken hoe laat. Het is 20:20 en nu is er een pakketje binnengekomen. Heel gekke tijd. Oké, we hebben dus een pakketje, want Renske die heeft een klein tasje besteld, maar dan niet van dat merk. Maar goed, ze gaat hem even openmaken. Oeh, die is leuk. Die is inderdaad leuk.
Oh, dit is echt schattig. Wacht, hou hem eens op mijn viool even. Kijk, dit is het mijne. Dit is mijn klein tasje. Hou hem er eens op. Ja, hij is ietsjes groter, maar wel heel leuk. Maak hem eens even open. Een groot vlak en dan een voorvak. Heel leuk. Dit vind ik echt leuk. Ik ben echt blij mee. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 16 juni. Het is 9 over 9. En iedereen is al weg. Ik ben nu alleen thuis. Ik heb vandaag voor het eerst weer gym. Maar het is niet zo lekker weer. Dus ik weet niet wat ik moet gaan aantrekken. Aangezien je je niet daar kan omkleden. Ook aangezien we daarna ook nog les hebben. Namelijk building vorming. Heb ik ook al heel lang niet meer gehad. Hoi, het is vandaag, even kijken, woensdag 17 juni en we hebben nog niet gevlogd vandaag, maar ik heb al online les gehad. Renske en Mieneke zijn al naar school geweest. Voor de rest moet ik vanavond nog trainen en zo, dus ik heb daar niet heel veel zin in, maar goed, dat komt wel goed. Oké, het is nu inmiddels, hoe laat is het? 10:09. 10:09. En ik ben dus ook al terug van trainen en zo en het onweer. En volgens mij is het onweer best wel dichtbij. Althans, toen ik ging tellen, kwam ik op 4. Maar goed, je ziet wel van die, zo van die donderdingen. Dus ik ga kijken of ik het kan filmen. Dat stond zeker niet goed te filmen, maar er was er één. Volgens mij is het nu aan de andere kant. Nou ja, zeg maar, eerst was het achter, nu zeg maar daar. Maar ik ga even naar boven toe. Even kijken wat papa doet. Misschien is hij ook al foto's aan het maken. Paul, maak je toevallig ook foto's? Oké, die zit in de vergadering, dat wist ik helemaal niet. Dus ja, maar goed, de onweer is vandaag weer opgehouden. Dus ik ga even kijken op buienraden, want ik moet me nog douchen, maar ik durf dat niet als het onweer is. Dus ik ga even kijken of het onweer is opgehouden en zo ja, voor hoe lang. Dan ga ik even heel snel douchen. En dan ga ik dan, ja, ik hoop niet dat het nog een keer gaat onweren. Zowel zou ik kijken of ik nog eens wat kan filmen, maar ik hoop dus dat het niet meer gaat onweren. Hoor je dat? Ik weet het niet, maar onweer. Het is vandaag 18 juni, dacht ik. En het is 9:30. Ja, donderdag 18 juli. Juni. Ik heb mijn tas ingepakt, omdat ik nog heel veel te drinken pakken. En ik heb hier nog koekjes van vorige week. Nee, van dinsdag denk ik. Goedemorgen, middag of avond. Ik weet niet wanneer je dit kijkt. Maar het is nu vrijdag 19 juni en het is 9:30. Ik hoef vandaag eigenlijk niet naar school toe, maar ik moet nog iets inleveren en dat moet op school. En ik had het gisteren nog niet af, dus ik lever het vandaag eventjes in. Dus moet ik nu naar school toe en dan moet ik dan snel naar huis en heb ik dan online les. Niet heel handig eigenlijk, maar goed. Inmiddels ben ik terug en mama heeft een nieuwe vloerbedekking gehaald. En een lamp die daar voor de hoek staat. Kun je die zien? Nee. Dus we pakken hem even uit. We zetten eerst alles aan de kant. Maar dit is wel een beetje vies. We hebben nu deze. Een donkere. Ze heeft dus nu een lichte kleur gehaald. Dus die leggen we er eventjes neer. Hij ligt er. Nou, ben je er blij mee? Ja, hij had alleen groter gaan mogen. Misschien moet ik er nog één. Nog één. En dan de laatste. Dit ziet er wel echt grappig uit. Nou, het is inmiddels wel avond en ik ben net met mama naar de stad geweest. En ik zal even laten zien wat we hebben gekocht. Mama heeft nog een winteritem, maar dat is dan... Die was in de korting, dus dan is die voor volgende winter. En ze heeft nog een heel erg leuk jasje. Zwart met dan in de binnenkant panterprint. Een soort blazer, echt leuk. En ik heb nog een geel shirt. Gewoon een basic geel shirt, maar dat is voor op dan een wat drukkere broek. Of een broek met een printje. Crackers, nee. Sultana's. Nou ja, die van die dingen. Nog meer sultana's, maar dan een andere smaak. Dan ga ik eventjes dit proberen. Want ik had al eerder zo'n ding dat ik dan altijd na douchen in mijn haar deed. Maar die is inmiddels op. Dan van deze reinigingsmelkdingen. Een kwast. Tipex. Een lijmroller.
oogmake-up reiniger. En dan nog een verlengen. Blok? Ja. Of zo, een. Zo, ja, dat zou ik. Een stekkerdoos. Dan nog een kwast. Nog eentje. Een zomerboek en nog een Vaderdag cadeau voor papa. Maar dat cadeau gaan jullie zien in de vakantievlogs, denk ik. Dus dat was wat we hebben gekocht. Het is vandaag, welke datum is het? 20. Ja, oma is jarig. 20 juni en het is iets over 12. En we zitten nu in de auto. We gaan namelijk nu naar de Decathlon. We zijn klaar bij de Decathlon. Wat we hebben gehad zien jullie in de vakantievoorbereidingen vlog, video. We gaan nu heel eventjes hier kijken. Even kijken hoe lang de rij er is. Deze winkel, ik weet niet of je het kan lezen. Maar het is de winkel Fontaine. Hoe spreek je dit uit, pap? Fontaine. Fontaine. Ja, maar dan, hoe schrijf je dan zo raar? Beetje luxe. Beetje luxe. Heel apart. Maar goed, hier gaan we eventjes kijken, want ik denk misschien kan je het wel zien. Het zijn allemaal buitenhuisjes. En we zijn eventjes benieuwd. En barbecues. Helaas hebben we geen nieuwe nodig. Maar goed, we gaan eventjes naar binnen kijken. We gaan er weer de auto in. Het was echt een coole winkel. Is dit echt met zoveel dingen dat je denkt, oh, dat wil ik. Ook een leuke barbecue. Maar goed, wij gaan nu naar huis. Het is vandaag 21 juni, toch? Ja. Ja. En het is nu ongeveer iets over 10. En we hadden wel, schat, we hadden wel om moeten zijn. 5:30. Het is 10:55. En we zijn nu even op weg naar onze overgrootoma. En dan gaan we eventjes zwaaien. Nou, we zijn er en we hadden stoepkruid meegenomen. Om eventjes iets stoepkruiten. Maar goed, er liggen hier allemaal stenen. Maar wij gaan eventjes kijken of we naar oma kunnen zwaaien. Het is inmiddels avond en we zijn, wat heb ik voor het laatst gefilmd? Ik denk dat we nog bij onze overgrootoma waren. Toen daarna hebben we eventjes gegeten, nog voor Vaderdag, want dat is het vandaag. En toen zijn we naar de ouders van mijn moeder geweest. Toen hebben we daar eventjes de verjaardag gevierd van, ja, opa en oma dus, van mijn oma. En Vaderdag, voor mijn opa dus. En toen daarna zijn we nog heel even zwaaien bij mijn overgrootoma. En ik zal even laten zien wat mijn vader heeft gekregen voor Vaderdag. Als allereerste dit. Een rugkrabber, hè, pap? Druk bezig met de puzzel. En hij heeft nog iets gekregen, maar ik denk dat het wel buiten staat. Toch? Ja, klopt. Kijk, dat staat hier. Dit heeft hij ook nog gekregen. Mineke die geeft altijd gekke dingen. Renske en ik hebben ook nog iets gegeven, maar dat zien jullie op vakantie. Want dat mag ik dan pas openmaken. Oké, ik heb jullie in het begin van deze video gezegd, nou, een beetje in het begin, dat we een waterchallenge gingen doen. Dat we 7 dagen lang alleen maar water gingen drinken en thee zonder suiker of dat soort dingetjes. Verder heb ik daar niks meer over gevlogd, maar eigenlijk ging dat super goed. We hebben allemaal geen fout gemaakt en het ging heel erg makkelijk. Sorry dat we daar niks verder meer over hebben gefilmd. Maar voor nu was het deze video. Vond je nou leuk, dan je duimpje omhoog. Abonneer eventjes. Klik even op het belletje. Want dan krijg je een melding als we een nieuwe video plaatsen. En tot de volgende video.